Wezen. Dank je. Waarom ben je nou zo geïnteresseerd in die man? Ik wil erachter zien te komen wat hem tot zijn daden heeft gedreven. En maak je nou niet zo zorgen. Als we elkaar zien, dan is dat in de gevangenis, in de bezoekruimte. Dus altijd een bewaker. Dat klinkt al eng. Ja. Niet om het een of ander, maar dat boek, dat komt er. Al is het... Het laatste dat je doet? Let jij een beetje op Ludo als ik weg ben? Mam, moet je echt weg? Bing is er ook al niet. En als er straks iets gebeurt met papa, dan ben ik helemaal alleen. Ik heb het echt even nodig, nu. Om Rick uit je hoofd te zetten. Op advies van een seriemoordenaar. Dat is toch echt... Weet je, als jij straks terugkomt, dan is alles gewoon weer hetzelfde. Dus je kan veel beter tegen jezelf zeggen. Het is Rick, het kan niet, klaar. Nou, dit is nu voor mij even de manier. Goed? En ik zou het ontzettend fijn vinden als je het hier verder niet met Ludo over hebt. Ik vind het al heel erg vervelend dat je het überhaupt verteld hebt. Papa is het al lang weer vergeten, hoor. Die heeft wat anders aan zijn hoofd dan Rick.